Na de augurkenrel en daarop volgende bewogen avond, die uitmondde in een ruzie tussen Hans en zijn ex-vrouw Libera, slaan bij Herie de twijfels toe. Ondertussen zit Desiree nog prima op haar plek in de BB in het Toscaanse Pistoia en lijkt ze nog lang niet van plan om Italië te verlaten. Zelfs niet nadat Hans de dag ervoor aangeeft dat hij nooit verliefd kan worden op iemand als Desiree. Misschien voel je de bui al een beetje hangen, begint Hans. Nee, Hans, de bui voelt Desiree zeker niet hangen. Als ze het slechte nieuws verwerkt, slaat het ongeloof toe. We kunnen geweldig praten en raken niet uitgepraat. We hebben het over allerlei dingetjes. We kunnen geweldig met elkaar, eigenlijk. Ik snap het niet helemaal. Ze vindt dat Hans hun relatie nooit een kans heeft gegeven. Het is zo snel besloten. Liefde heeft tijd nodig. Rijping. Je wordt ouder, het gaat niet bam, bam, bam. Met het naderende vertrek van Desiree richt Hans zijn pijlen op Herie, niet wetende dat zij nog diezelfde dag haar biezen pakt. De vlinders die ze in haar buik wil voelen voor Hans zijn er niet. Om nog maar te zwijgen over het feit dat ze het niet ziet, zit om op termijn samen te wonen met Hans en zijn ex. Hans gaat niet goed om met de afwijzing. Jammer, ik vond je juist een sterke vrouw die niet zomaar opgeeft, spreekt hij haar lichtelijk verwijtend toe. Het heeft niks met sterk zijn te maken, bitst Herie terug. Waarop Hans nee, ja, weet ik niet antwoordt. Desondanks is Herie opgelucht dat ze de knoop heeft doorgehakt en daarmee blijft Hans alleen over in zijn BB.